welkom bij deze nieuwe video. Let alsjeblieft niet op hoe ik eruit zie. Ik ben letterlijk net wakker en ik heb olie in mijn haar. Maar goed, vandaag ga ik jullie laten zien hoe ik mijn video's op YouTube voorbereid. Waar ik mijn inspiratie vandaan haal, hoe ik alles klaarzet, hoe ik eraan begin, etc. Dit is een soort video die ik never ever zou hebben gemaakt als jullie er niet om hadden gevraagd. Het kwam niet eens in me op om zoiets te maken. Maar jullie hebben hierom gevraagd, dus ik dacht ik ga jullie mijn hele ochtendroutine of hoe ik het ook kan noemen laten zien omtrent mijn YouTube video's. Want voordat ik überhaupt aan een video begin, is er al een heel begintraject die ik heb doorlopen voordat ik echt überhaupt ga zitten en de video ga filmen. En het begint altijd in de ochtend hier in mijn slaapkamer. Dus ik ga jullie vandaag alles laten zien. Vind je het nu al leuk? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze video. Mijn hele YouTube video maken proces begint altijd gewoon hier op mijn bed. Hoi jongens, tijd voor een snelle onderbreking. Dit is Sarah van In de Toekomst. En deze video is gesponsord door Lily Silk. Jongens, Lily Silk is echt een satijnen hemel. Voor iedereen die van satijn alles houdt, is dit echt de ideale webshop voor jullie. Ze hebben een heleboel hoge kwaliteit satijnen producten, zoals blouses. Ik heb er nou eentje aan van hun in het heel mooie donkerblauw. Ze hebben satijnen crunchies, ideaal voor in je haar. Deze vind ik altijd heel erg fijn. Ze hebben een satijnen haarcap voor 's nachts om je haar te beschermen. Oké, jongens, ik ga jullie even snel laten zien hoe je deze cap opdoet. Maak gewoon even een knot in je haar of een staart of whatever. Ik heb nou een lage knot. En wat je dan doet is gewoon echt heel makkelijk. Je brengt dit gewoon zo aan over je hoofd, over heel je haar. Je doet je haar er goed in. Het ziet er niet echt heel charmant uit, maar whatever. Je haar is in ieder geval goed beschermd. En dan deze twee maak je zo hieronder vast. Gewoon goed strak vastmaken. Zo, en dan is je haar gewoon helemaal beschermd. En het zit ook echt goed vast. Dit gaat 's nachts echt niet verschuiven of eraf vallen of whatever. Dus ideaal dit om je haar pluisvrij te houden. Je haar droogt niet uit. Het gaat niet klitten. Het heeft zoveel voordelen. I love it. Echt super makkelijk. En het belangrijkste, een van mijn fave producten vandaag, is hun satijnen pillowcases. Ik heb er hier eentje in het wit. Ik heb nou twee roze op mijn bed. Dit zijn dus de satijnen kussenslopen die ik nou op mijn bed heb. Ze zijn echt zo fijn. De kwaliteit is echt heel erg goed. Ik vind ook de kleur heel mooi, zo roze. Maar ze hebben echt nog een heleboel andere kleuren. I love it, jongens. Dit maakt echt heel veel verschil in je huid en je haar. En een combinatie van al deze producten, dus dit, deze haarcap, de crunchies, alles, is echt ideaal voor je haar en je huid. Want het beschadigt je haar en je huid niet 's nachts, terwijl iets van katoen dat wel doet. Het houdt je huid smooth en je haar glijdt er gewoon helemaal overheen, waardoor het niet gaat pluizen. Ik vind deze producten echt ideaal. Ik zet beneden in de beschrijving een linkje van hun website. Ze verzenden gewoon naar hier. Je hebt ook gratis verzending vanaf een bedrag. En ik heb ook een kortingscode voor jullie. Die komt nu hier in beeld. En die staat beneden in de beschrijving. En jongens, ik raad het zeker aan. Vooral de kussenslopen maken zoveel verschil. Vooral als je ook krullen hebt als ik. Je haar is echt niet meer pluizig. En het is allemaal ook niet al te duur. Dus ik zou zeggen, neem een kijkje. Echt amazing. Ook dit blouseje is echt super mooi en fijn. I love it. Die kleur blauw vind ik ook echt heel erg mooi. Wat ik ook altijd heel cute vind om te doen, is dat ik de grote pak en dan zo om mijn knot heen doe. Kijk zo, ik vind het altijd zo een cute effect hebben. I love it. Ik raad deze site dus echt zeker aan. Ga erheen, gebruik mijn code en haal gewoon alles satijn. Ook echt de kleding. Amazing. Allereerst begin ik obviously met het bedenken van wat voor YouTube video ik wil maken. Ik upload 4 YouTube video's per week. Die komen elke maandag, woensdag, vrijdag en zondag om 1 uur online. Dus als je er 4 per week post, heb je heel veel inspiratie nodig. Ik kan niet zoveel video ideeën gewoon bedenken uit mijn hoofd. Dus wat ik altijd doe is gewoon inspiratie zoeken online op YouTube. Wat het makkelijkste is voor mij is als er gewoon een nieuwe make-up collectie is. En dan kan ik die gewoon bestellen en dan maak ik daar een video over. Dus als ik iets nieuws heb, dan staat dat al klaar en dan hoef ik niet nog helemaal een YouTube video te bedenken. Maar als ik dat niet heb, zoals vandaag, moet ik toch zelf iets gaan bedenken. Ik heb ook een aantal video's die ik heel vaak rouleer. Zoals mijn lege producten video's, waarin ik ga laten zien welke producten ik allemaal heb opgemaakt. Die kan ik heel vaak maken. Ik kan ook gewoon
heel makkelijk een make-up look maken. Ik kan ook een video maken over slechte make-up of hele goede make-up. Dat zijn een aantal soorten video's die ik heel vaak kan rouleren. Dus die zijn ook makkelijk. Maar als ik zo'n soort video ook niet kan maken vandaag, dan moet ik echt een beetje online inspiratie gaan opzoeken. En wat ik dan doe, ik ga gewoon naar YouTube en dan ga ik gewoon letterlijk scrollen in mijn abonnementenfeed van wat heeft iedereen gepost. Of ik ga naar mijn homepage zien wat daar allemaal staat. En zo ga ik gewoon op zoek naar wat voor video ga ik vandaag maken. Vaak heb ik dit al wel echt van tevoren gedaan, maar als ik dat niet heb gedaan, dan doe ik het gewoon nu in de ochtend vlak voordat ik het überhaupt ga filmen. Ik zie hier bijvoorbeeld al twee hele leuke video's. Eén video waarin die make-up hacks test. Ik zie hier een andere video over TikTok make-up hacks. En zo haal ik gewoon inspiratie eruit. Hier zie ik gewoon een leuke make-up tutorial. En dan ga ik gewoon zo rondscrollen. En dan gewoon kijken wat kan ik vandaag maken. Wat is leuk om te maken. Ik weet al wat voor video ik vandaag ga maken. En dit video idee heb ik letterlijk op deze manier gevonden. Gewoon online scrollen en zoeken. En toen kwam ik erachter dat er een nieuwe make-up hype is op TikTok. En dat is de Clean Beauty make-up tutorial. Clean Beauty is gewoon hele mooie, schone, simpele make-up. En dat is nou echt helemaal een ding. Dus ik dacht, die ga ik vandaag filmen. Dus ik ga vandaag een Clean Beauty make-up look tutorial filmen. En als ik dan heb besloten wat voor video ik ga maken, dan ga ik nadenken over, oké, wat gaat matchen qua kleding, sieraden, mijn haren, de achtergronddoek, want ik heb ook altijd een achtergronddoek op de achtergrond in mijn video's. En dat is elke keer een andere kleur. En die kleuren match ik allemaal met de make-up look die ik ga maken. Dus elke kledingkleur, achtergrondkleur wordt gematcht met mijn make-up look. Als ik bijvoorbeeld al weet van ik ga een roze make-up look maken, dan wordt het een roze achtergrond. Kleding die ook matcht met roze, et cetera. Nou, aangezien ik vandaag de clean make-up look ga maken, heb ik echt heel veel opties. Want clean make-up is hele simpele make-up. Geen heftige kleuren of wat dan ook. Dus het is gewoon allemaal heel neutraal. Wat inhoudt dat ik ook een wat meer neutrale achtergrond wil en wat neutrale kleding. Dus ik denk dat ik qua achtergrond gewoon wit ga houden. Dat is gewoon echt heel clean en simpel. En qua kleding iets van wit of nude. Gewoon ook echt iets heel neutraals om het helemaal te matchen met de clean make-up trend. Dus nu heb ik bedacht wat voor video ik ga maken en ook wat voor soort kleding ik ga aandoen, sieraden en achtergrond. En nou gaan we het gewoon in de praktijk brengen. Ik ga nou eerst snel douchen en dan ga ik me aankleden en de sieraden en zo aandoen. Daar ben ik weer. Ik heb net gedoucht. Ik heb ook mijn haren gewassen. Want ik ga vandaag een hele strakke knot naar achteren doen. En dat is makkelijker als mijn haar nat is. Nou, ga ik kijken wat ik ga aandoen en de sieraden. Zoals ik net al zei, het wordt allemaal heel clean, heel simpel, neutrale kleurtjes. Ik denk dat ik ga voor een neutraal shirt. Let niet op de bende hier in mijn kast. Maar ik heb dus hier zo'n neutraal shirt. Deze. Dus ik denk dat dit hem gaat worden. Ik wil niet wit aandoen, want ik heb ook al een witte achtergrond. En dan wordt het misschien allemaal te wit. Dus ik denk dat ik gewoon hiervoor ga. Heel neutraal. Oh, wat ik ook nog wilde vertellen is dat ik vandaag twee video's ga maken. Dat is makkelijker voor mij. Dat doe ik heel vaak. Want als je vier video's maakt in de week en dan maar één video per dag maakt, zou dus betekenen dat ik vier dagen lang alleen maar video's aan het maken ben. Dus ik maak vaak twee en heel af en toe drie video's op één dag. Dan hoef ik me ook maar één keer klaar te maken. En dan heb ik gelijk twee video's gemaakt met slechts één keer klaarmaken. En dat is ook makkelijker voor mij. Want als ik vier video's kan maken in twee dagen, dan ben ik al heel snel klaar. En dat is ideaal voor mij in plaats van één video per dag. Mijn tweede video is altijd een video waarin ik me niet hoef op te maken. Als er iets is wat ik niet doe, is het me opmaken, het eraf halen en weer opnieuw opmaken. Dat is veel te veel moeite. Dus video 1 is altijd een video waarin ik me ga opmaken. En dan video 2 is een video waarin ik al opgemaakt kan zijn en gewoon ga praten over iets. Als het goed is, heb ik al een heleboel lege producten. Genoeg om weer een lege producten video te maken, waarin ik dus alleen maar hoef te praten. Dus ik denk dat ik na de clean make-up look een video ga maken over lege producten. En dan ben ik al opgemaakt en alles. En dan kan ik die video gelijk erna knallen. Dus ik ga vandaag twee video's maken. Maar voor nu ga ik me nog eventjes klaarmaken voor de clean beauty look. Ik besef me net dat ik vandaag eigenlijk drie video's maak. Want deze video die jullie nu bekijken maak ik dus ook vandaag. Dus in principe maak ik vandaag drie video's. Oké, shirt is aan. Dan heb ik hier
ook nog wat sieraden. Het worden ook hele simpele gouden sieraden. Ik heb hier één ring. Ik ga gewoon slechts één ring omdoen. Dat is genoeg. En deze simpele hoep oorbellen. Ik zie in dit soort video's dat mensen heel vaak dit soort oorbellen indoen. Dus ik denk dat ik dat ook ga doen. Dit doe ik allemaal al hier. Want de video's maak ik altijd op zolder. Dus ja, ik ga niet heel de tijd op en neer naar beneden. Dus als ik dit al gewoon gelijk hier heb gedaan, ben ik al klaar. Dus ik denk dat dit het gewoon wordt. Simpele sieraden, geen ketting of zo. Gewoon een neutraal shirt. Ideaal voor de clean make-up look. Nou is het dus hier beneden helemaal klaar. Nou pak ik mijn laptop, mijn oplader, et cetera. En dan gaan we naar boven toe. Oké, jongens, ik ga jullie nou meenemen naar de zolder. A.k.a. mijn beauty room. Dus we gaan nou even naar boven. En dan komen we hier aan in de zolder, waar ik al mijn beauty video's maak. Hier maak ik dus al mijn video's, let niet op de bende. En dan hier heb ik een aantal bakjes staan, zoals je kunt zien. Alle bakjes hier zijn voor YouTube video's. Dus dit wordt een video, dit is een nieuwe make-up collectie. Ik heb hier wat spulletjes voor een samenwerking. En dit is mijn lege producten video bakje. Dus zoals je kunt zien is hij al goed gevuld. Dus die ga ik vandaag filmen. En dan hier is een bakje, ik denk dat het gaat over slechte make-up. En dan hier heb ik nog een bakje en dit is voor Instagram video's, maar die is nou helemaal leeg, dus ik heb nou niks daarvoor. Dus hierin doe ik al mijn videoproducten, dus elk bakje is één YouTube video. Maar voor nu heb ik niks nodig uit de bakjes, want ja, ik ga gewoon vandaag een make-up look filmen. Oké, zoals je kunt zien is hier mijn achtergronddoek en dit is altijd waar ik mee begin. Deze hangt hier nog van een andere video, maar die ga ik dus eraf halen. Dus dit gaat er helemaal af. En dan achter het doek heb ik zo'n witte papieren achtergrond en ik denk dat ik die vandaag ga gebruiken. Hier hangen al mijn achtergronddoeken, heel veel kleurtjes. Dit zijn alle normale doeken. En hier zijn alle paillettendoeken. Dus ik heb echt een heleboel kleuren. En dan afhangend van de YouTube video die ik maak, hang ik een kleur op. Maar voor nu ga ik dus gewoon voor een witte achtergrond. En dan hoef ik geen doek op te hangen, want dit staat hier gewoon al. Dus deze gebruik ik gewoon nu als achtergrond. Maar normaal doe ik dan weer hier een doek overheen in een bepaalde kleur. Maar ja, heel handig dus. Als ik gewoon een witte achtergrond wil, hoef ik geen doek op te hangen. En dan ga ik gewoon zo beginnen aan mijn video. Ik ben er helemaal klaar voor. Ik heb dus nou mijn kleding aan. Sieraden, achtergrondkleur staat goed. Nu ga ik mijn haar doen. En dan ga ik gewoon beginnen met de YouTube video. Hallo allemaal en welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ga ik een nieuwe... Nou mensen, dit was het dan. Ik ben klaar met de look. Het is echt super mooi geworden. Heel glowy, heel natural, I love it. De video staat misschien al online en anders komt hij nog online op mijn kanaal. Ik hoop dat jullie deze ander soort video leuk vonden. Dit is dus wat ik allemaal moet doen voordat ik überhaupt begin aan de video. Ik ga nu ook nog de tweede video maken, dus ik ga me even omkleden. Andere sieraden, andere achtergrond en dan ga ik een video 2 maken en dan ben ik klaar. Dan ga ik ze ook gewoon gelijk editen vandaag en dan ben ik klaar met 2 video's. En dan dit eigenlijk gewoon weer opnieuw als ik weer een andere video ga maken. Ik vond het echt heel leuk om deze video te maken. Weer een ander soort video. En ik hoop dat jullie het ook weer leuk vonden. Als je nog een leuk video idee hebt, let me know beneden in de reacties. En laat me ook weten wat je van de video van vandaag vond. Ik ben echt heel benieuwd. En ik hoop dat jullie je weer hebben vermaakt vandaag. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog 2 video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!